hartelijk welkom hier bij de Nederlandse kampioenschappen bier en zapper. Ik ga het woord geven, dames en heren, aan de voorzitter. Ik ga met vier mensen uit de Roospolder meedoen aan die Nederlandse kampioenschappen. Roy Schieffing van de Strandhoeven. Hendrie Juffermans van Limirage en Linda Kouwe van Het Wapen van Ens en ikzelf. Ja. Er doen er 56 mee, er gaan er 10 door rechtstreeks naar de finale. Ik denk dat het haalbaar moet zijn voor twee van ons vier. Goedemiddag. Om die eerste 10 te halen. En ik hoor daar zelf, dat klinkt, is niet arrogant, echt niet arrogant bedoeld, maar daar hoor ik zelf misschien ook wel bij. Ik ben minder zenuwachtig dan andere jaren. Ik denk dat het een goed teken is. Het allerbelangrijkste van het tappen van een pilsje is een schoon en koud glas. Zonder schoon glas kun je eigenlijk niet spreken van een mooi biertje. Andere jaren meerdere vertegenwoordigers, maar ze komen nu deze kant op, dus we kunnen even kijken wat het geworden is. Maar één, zeg maar, de beste tapper mee mag doen. Zodat we een bredere beschikbaarheid hebben van deelnemers. De bel gaat eruit, maar ik wil de ranking hier. En we zien dat er voorlopig... Ik ben klaar. Ja, ik zing. Ja. Ik mag nu wel een bier, want ik denk niet dat ik door ben naar de finale. Winnend is leidend. Ik heb het best gedaan. Nee, die rechts had ook 82 net. Nou, leg je eruit. Ik heb geen grote fouten gemaakt. Ik was alleen niet top vandaag. En dat moest wel, denk ik. Dus, Het begon met een paar ongemakjes die mijn vrouw had. En gelukkig kunnen we zeggen had. En mijn jongste zoon die is arts. Maar denkt wel eens wat alternatief en die zei, mama, je problemen komen uit de darm vandaan en die kun je verhelpen met kefir. En op moederdag van 2014 kregen wij het setje kefir cadeau. Wat is dat dan voor spul? Het is in principe dus een bacterieel organisme. En als die in een gistende omgeving komen, en dat is vrij simpel te realiseren met suiker en vruchten, dan produceren ze melkzuurbacteriën. Je doet witte korreltjes in water en dan gebeurt er iets en dat is dan goed voor je. De bacteriën die in zo'n waterkefirdrank ontstaan, komen uit de families van de melkzuurbacteriën. Wat wel is bewezen, dat is al wel duidelijk, dat de melkzuurbacteriën, dat is een van de vormen van probiotica, dat de probiotica goed is voor de mens. Maar wat zijn dat dan voor korrels? Wat zit erin? Hoe worden die dan gemaakt? Ja, dat groeit. Het zijn dus, dat is de kefircultuur. Ja. En die kevercultuur die groeit uit zichzelf, mits je de goede condities hebt, uit zichzelf door. Maar ja, dan op een gegeven moment past het hier niet meer. Dus... Het is dus hier van de keuken begonnen. Nou, dan gaan we even door. Dit was eigenlijk dan het allereerste stukje productie voor ons eigen gebruik. En dan gaan we naar keuken nummer 3. En deze is in principe specifiek toen ingericht om kever te gaan produceren in grotere volumes. Ja, toen je dacht van ik word echt kefirbrouwer. Ja, maar je kan hier geen 400 flessen per week. En soms hebben we een piek van 600 flessen per week. En dat is gewoon niet te doen. Nou, welkom op de productielocatie. Dan zullen we eens even laten zien hoe we van 16 flessen naar 500 in de week gaan. Je weet ondertussen hoe het werkt.
maar nu grootschalig. De fermentatieruimte zie je niet. Die zit onder deze schappen. Onder de werkbank als het ware. Je vindt de vergisting plaats. Ja. Maar heel kort zie je daar de vaten staan. Ja, het lijkt wel een broedmachine. Ja, het heeft zijn temperatuur nodig. Ja. Ja. Dus zo rond de 23 graden. En hier kunnen we nog veel verder uitbreiden. We kunnen hier met gemak tot 1500 liter per week. Ik deed IT-projecten. Daarvoor was ik in dienst van een heel groot IT-bedrijf. In een keurig driedelig maatpak verantwoordelijk voor 5 landen en een omzet van 120 miljoen. En nu doen we dan dit. Ja, het feit dat je een product neerzet wat nog niet in Nederland beschikbaar was. En wat dan ook nog eens een keer mensen helpt om hun gezondheid beter te bewaken. Ik weet niet, dat is bijna niet uit te drukken. Wat een prachtige omgeving, Paul. Ja, dat vind ik ook. Het is hier ook echt fantastisch hoor. Vlakbij het bos. Heerlijk wandelen en we hebben prachtige uitzichten. Het zal in de toekomst wel wat veranderen, maar ja, dat is altijd. Hey, je bent beeldenmaker en je woont en werkt hier. Ja, dat klopt. Wil je soms wat zien? Ja, heel graag. Daarvoor zijn we er, hè. Oké. Paul, je hebt indrukwekkend veel mooie beelden staan en volgens mij gebruik je van allerlei soorten materialen. Ja, dat vind ik fantastisch. Het vind ik ook heel uitdagend om met verschillende materialen toch één beeld te maken wat een bepaalde uitstraling heeft, wat je fantasie eigenlijk een beetje op hol brengt. En hier ook allemaal nog beelden, mooi gepresenteerd. Het lijkt wel een galerie, Paul. Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Het is zo gegroeid vanwege het feit dat ik ook wel eens meedoe met de open atelierroute. En ja, dan staat het ook een beetje mooi gepresenteerd op een sokkeltje. En dat is prettig om naar te kijken. Nou, dan gaan we hier even naar de werkplaats. Dat was onze garage, of het is nog steeds eigenlijk een garage. Maar is aangepast met wat meer ruimte om te kunnen werken. Nou, en dan heb ik hier mijn werkplek waar ik kan gaan zitten denken over wat ik ga zitten maken. Welke materialen ik ga gebruiken. Ik kan een tekening maken, ik kan eens een berekening maken. En dit kleine model, Paul, daar is iets bijzonders mee. Hè? Daar ben je nu mee bezig. Dat klopt. Vanuit de gemeente en een groep kunstenaars is er een pitch geweest waarin ik aan meegedaan heb. En heb ik dit model gebruikt om te laten zien wat ik dacht wat er zou moeten komen in de kerkgracht. Daar staan een aantal sokkels in het water. Ja. En dat is aan vernieuwing toe. En ze hebben een aantal kunstenaars uitgezocht om daar nieuwe beelden neer te zetten. En weet je al waar die komt te staan? Ja, dat weet ik. Hij komt vlak achter de dolfijn in het water. Zullen we daar even gaan kijken? Lijkt me hartstikke leuk. We zijn naar Almere Haven gereden, naar de kerkgracht. Nou, Paul, laat maar zien waar die komt. Ja, hier moet hij ongeveer komen. Te gek. Voel je je vereerd? Ja, ik voel me zeer vereerd. Ik ben er heel erg blij mee. En hij wordt 1,60 meter hoog. Ja, dus ik heb toch wel wat te doen. Ja, hij moet eind maart af zijn ook, hè? Ja, klopt. Goed zo. Bedankt dat we met je mee mochten kijken en heel veel succes met dit prachtige beeld. Dankjewel.